Wat is dit? Dit is het begin van het level. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. What up YouTube? Welkom bij deze vlog. Het is best wel een tijdje geleden dat ik heb gevlogd. Vinden jullie dat ik vaker moet vloggen? En vinden jullie dat ik de achtergrond recht uit moet lijnen? Doe dan gelijk even een blauw duimpje omhoog. Ja, ik vlog dus niet zo vaak omdat ik wel een reden wil om te vloggen. Het moet wel een beetje interessant zijn. En vandaag is interessant. Want kijk. Kennen jullie deze nog? Super Mario Maker! Wel tof trouwens dat dit toen in een geel doosje zat. Wie van jullie heeft Mario Maker voor de Wii U of voor de Nintendo 3DS? Dit was wel echt een van de tofste games voor de Wii U, vond ik. En vandaag mag ik even een hype van jullie. Want vandaag ben ik gevraagd door Nintendo om bij hun op kantoor Super Mario Maker 2 te komen checken. En die game die ligt pas op 28 juni in de winkel. En vandaag mag ik dus een preview voor jullie gaan maken van Super Mario Maker 2. Nintendo heeft mij namelijk met nog twee hele toffe content creators uitgenodigd om in een uur tijd een level te gaan bouwen. Dus ik ga een level bouwen en Karim en Suus, dat zijn de andere twee, die gaan ook een level bouwen. En dan moeten we dus elkaars level gaan spelen. Nou wil ik natuurlijk wel een beetje een moeilijk level voor ze maken. Dus ik heb al zitten denken wat ik ga doen. Ik wil ze sowieso in het begin in de maling nemen. Direct aan het begin van de level ga ik een aantal muntjes plaatsen die heel erg makkelijk zijn om te pakken. Maar die muntjes mag je helemaal niet pakken. Want als je die muntjes pakt, dan zit je vast in het level. Want even later, op een plek die zij natuurlijk nog niet kunnen zien, ligt er een P-blok verstopt. En die moeten ze indrukken op die plek, zodat die muntjes blokken worden waar je op kan staan. En van daaruit kan je dan naar boven, naar het volgende deel van het level. En daar komen ze natuurlijk pas veel later achter. Ik wil heel veel vijanden op ze afgooien. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ze moeten dat level gewoon heel vaak overnieuw gaan spelen. Ja, ik vind het gewoon leuk om mensen te pesten, sorry. Ja, in Super Mario Maker 2 dan, hè? Niet in real life. Ik zou nooit iemand pesten. Hebben jullie een beetje zin in Super Mario Maker 2? Dan gaan we nu naar Nintendo. Let's go. Zo, klein uurtje in de auto gezeten. Ik ga eens kijken of ze me binnen laten. Oké, Karim en Suus zitten ondertussen in de wachtruimte en ik mag gaan beginnen met het bouwen van mijn level. En het plan is dus dat we in ieder geval hoog gaan beginnen. We gaan helemaal hier naartoe, niet, ook weer niet te hoog, want ik wil hierboven ook nog iets bouwen. Het doel is dus dat ze lekker lang vast blijven zitten in een fighting pit. Die fighting pit die komt hieronder en vervolgens gaan ze met allemaal deurtjes naar andere plekken toe. En dat is eigenlijk wat er moet gaan gebeuren. Dus ik ga gewoon lekker bouwen. We need a floor. Zo. Oké, die fighting pit mag nog wel iets groter. Dan hier hebben we een randje. En ik ga eigenlijk eerst gewoon de basis van mijn level neerzetten. En daarvoor hebben wij nodig een warp door. Maar dit is niet zomaar een warp door. Nee, je hebt hier een sleuteltje voor nodig. En dat sleuteltje zit dus verstopt in een van die Goomba's die je hier ziet. Wat wel handig is, is dat je nu ook multi-grab hebt. En dan kan je die dus gewoon oppakken en hoppa, kopiëren. Nice. En dan plaatsen we die sleutel, maar die plaatsen we niet in de lucht. Maar die plaatsen we gewoon, bam! In een Goomba. Eigenlijk moet deze Goomba hier ergens zijn, denk ik. Of gewoon hier? Helemaal beneden? Nee, niet helemaal beneden. Laat hem hier plaatsen. Met het tweede deurtje kom je heel ergens anders uit. Namelijk hier. Want ik ga hier in het Engels schrijven dat ze niet zo gierig moeten zijn. Want als ze hier de pit inspringen, dan zouden ze deze muntjes kunnen pakken. Maar dat moeten ze eigenlijk niet doen. Dat moeten ze niet doen. Uiteindelijk komen ze namelijk hier ergens bovenuit. En daar staat dan een P-blok. En dat P-blok hebben ze nodig om hier blokjes van te maken. Zodat ze uiteindelijk weer hier naartoe kunnen springen. En hier verder kunnen met het level. En dat is een beetje de challenge. Oh, en trouwens, als je dacht dat deze fighting pit te makkelijk was. Nee hoor. Nee hoor. Want we plaatsen wat vriendelijke vrienden erin. Ik ga het level even verder bouwen. Ik kom zo bij jullie terug als ik wat verder ben. Oké, ik ben nu best wel ver. Die fighting pit is aardig compleet. Hierboven heb ik dus zo'n P-blokje neergezet. In dit deurtje kom je als je eerst hier doorheen bent gegaan met de sleutel die je uit de Goomba krijgt. Vervolgens kom je hier uit. Dan krijg je hier de hint. Don't be greedy. Dus oftewel, je moet die muntjes niet pakken. Hier zit nog een leuk grapje in, maar dan pak je deze deur. Dan ga je dus helemaal, even kijken, helemaal terug naar het level. Ga je hier naartoe, dan pak je dus de P-blok. Als je die muntjes hebt gepakt, ja sorry, dan ga je het niet meer halen. Helaas, dan moet je overnieuw beginnen. Deze jump kan je ook niet maken vanaf deze kant naar dit platform. Gaat hem niet worden, dus je moet echt via deze blokken en dan hierop.
Het is nog best een moeilijke jump volgens mij. En als je dat gehaald hebt, dan ga ik het level afmaken dat je uiteindelijk bij de vlag terechtkomt. Het is best wel tof hoor. Het is echt super leuk om dit te bouwen. Ik zou hier nog wat obstakeltjes kunnen bouwen. Of even een schuin platformpje, want dat is natuurlijk ook nieuw in deze Mario Maker. Dan, ja, die mikken we deze kant op. Oh, weer niet te ver. Klein stukje maar. Kunnen we die opschuiven? Ja, top. En dan gaan we weer verder deze kant op. Zal ik hier nog wat enemies neerzetten? Oh, zal ik hier een giant Bowser neerzetten? Ik ga hier een super grote Bowser neerzetten. Even kijken of ik die kan vinden. Yeah, Bowser. Maar die moet wel even wat groter worden. Als het goed is, kan dat gewoon door hem een mushroom te geven. Die plaats je dan hier en dan zo, ja. Hoppa, giant Bowser. Kan je dan langskomen of gaat dit hem gewoon niet worden? Oh ja, dit is wel nice. Dat je hem een beetje lokt. En dat je uiteindelijk misschien eroverheen kan springen. Dat is wel een goeie. Ja, kijk. Hoppa, ja, dan kan je weer verder. Nice. Oké, dit wordt echt een super vet level. Ik ben echt mega enthousiast. Het is zo vet om dit te kunnen bouwen. Je bouwt gewoon je eigen Mario games. Dat is echt fantastisch. Ik wil ook echt allemaal straks jullie levels zien van jullie die Super Mario Maker 2 hebben gekocht. Iedereen die deze game heeft gekocht kan mij straks de codes gaan sturen van de levels. En de leukste levels die ga ik sowieso ook spelen op mijn YouTube kanaal. Dus dat wordt super epic. Misschien gewoon wat van deze plantjes. Hier kan je makkelijk overheen springen volgens mij. Die zijn niet zo moeilijk. Wacht, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Ik ga hem gewoon alvast doortrekken naar het einde. Zo, hoppa. Zou dit nog vol kunnen gooien met enemies? Ik gooi hier nog even een Bell Blaster neer. Bam. En weet je, ik wil ze wel pijnigen. Maar ik wil ze ook wel een soort van nog een hulpmiddeltje geven als het echt niet lukt. Dus dan zet ik hier nog een hidden block neer. En in dat hidden block zit dan wel een mushroom. Zodat ze niet alles met één leven moeten doen. Dit mag nog wel iets spannender, dit stukje. Bijvoorbeeld dit soort firebars of zo. Ja, die mogen wel tegenovergesteld. Ja, top. Dan mag Bullet Bill iets naar voren. Ja, die mag nog wel iets lastiger maken of zo. Oh ja, wacht. Karim houdt niet van Goomba's. Dus ik zet letterlijk hier 5 Goomba's neer. Misschien deze nog wel leuk. Die zijn wel erg vervelend hoor trouwens. Ja, dan moet hij voorzichtig doen. Ik ben ook benieuwd wat Suus hiervan gaat vinden. Of Suus dit een vervelend level gaat vinden of dat ze hier wel mee kan leven. Ik moet dat wat hoger maken. Ik moet nog meer Goomba's neerzetten. Dit moet nog even moeilijker. Ja, kijk, dan kan je vanaf hier kan je erop en erover. Oké, nice, nice. Ik denk dat ik zo goed als klaar ben. Ik denk dat dit wel moet lukken. Ik ben heel benieuwd hoe zij dit level gaan spelen. En of het ze gaat lukken om het te completen. Ik denk dat we ze er gewoon bij gaan halen. Ik ben echt benieuwd. Straks is die veel te makkelijk. Bam! 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 Zitten we. Karim, Suus. Ja. Zijn jullie ready? Zijn we gewoon. Ik ben ready, soort van. Ja? Ja. Ja, ik laat het lekker aan Karim over. Is goed? Ik ben de pushy in deze. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe jullie dit level gaan vinden. Ja? Ik had wel zoiets van, jullie zijn met z'n tweeën. Ja. Dus ik ga geen heel makkelijk level maken. Ik nee, ga wel mijn best doen om het moeilijk. Gewoon dubbel zo moeilijk. Precies. Ja, precies. Ja. Nou, dat is goed. Oké. Heb je er zin in? Ja, let's go. Alsjeblieft, ik ben er klaar voor. Doe het. Maar ik ben hier gewoon voor de mentale ondersteuning van Karim. Ja, precies. Schatje, je kan het. Je kan het. Wat is dit? Dit is het begin van het level. Ja, ja. Oké. Ja. Succes man! Oké. Okay. Het level heet The Pit ook hè, dus dit is The Pit. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan je doen. En dan? Ja. Ja. Weet je niet? Oh, nee. Oh, ik weet het al. Oh, wat erg! Rick, wat een verschrikking ben je! Wat weet jij? Wist ik iets? Ja, ik heb het al door. Ja, ik mag jou natuurlijk helpen. De key voor die deur zit in een van die enemies. Daar dus. Ja. Die heb je wel snel gevonden, moet ik zeggen. Ja? Ja, ja, ja? Dit gaat lekker. Oké, oké, oké. Oké, maar dit is stap 1. Je hebt het stap 1 is door. We hebben het door, ja. Je hebt er echt een verschrikkelijk iets van gemaakt. Ik hoor je mag het nog een paar keer. Ik ga even kijken of het echt... Ja, precies. Dat. Juist. Ja, oké. Heel goed. Maar ja. Ja, en dan? Ja, leuk dat je die sleutel hebt, maar ja. Dat zou ik dus al te denken. Ja, echt een heel mooi platformpje dit. Ken je... Kijk, je hebt nog een geheim gevonden. En ik dacht dat Rick ons nog aardig vond. Niet gelijk verliezen, wel gelijk verliezen. Alle kanten waar je op naartoe kan springen, is dat niet degene waar je heen moet springen. Oh, wat een ellende. Terwijl Karim in de Goomba pit zit, ja? Kan jij goed kijken waar okay. Die deur is.
Ik zie hem, ik zie hem. Linksom erin, linksom erin. Ik zie hem. De riem, ik zie hem. Is het nou een verkeerde, verkeerde Goomba rij? Nee, dit was nee, daar is hij. Juist, kijk, dit is lekker. En dan pak je die. Top. Nou heb je in ieder geval een lekkere start. Oké. Terug naar links. Schat, dit kan jij. Wees je e-sport. Ja. Oké. Deel 1 van het level gecomplete. Dit zijn superveel muntjes. Don't. Mm-hmm. Don't be greedy. Heel goed. Ik dacht dus al, laat ik dat niet doen. Laat ik niet al die muntjes pakken. Maar, oké. Ja, dat is lastig, hè, want je hebt eigen level niks te mogen zeggen. Ja, zeker. Ja, ik wou wat zeggen, maar... Dus daar stond don't be greedy, toch? Ja. Oké, de pay switch. Loop rechtdoor. Huh? Maar... Wat heb je gedaan? Dat is niet de deur die je de moet pakken, denk ik. Don't be greedy. Dat is denk ik niet de deur die je moet pakken. Maar slaat het wel op deze muntjes. Don't be greedy. Ja, misschien niet. Deze man. Er komt toch niet een platformpje naar rechts of zo. Dus je kan het niet verder of zo. Nee, ik zal je hier helpen. Je moet echt door deze deur. Wel door deze deur. Je moet echt door deze deur. Wel door deze deur. En er stond net don't be greedy. En je hebt een P. Heb je net die P ingedrukt erin? Ja. Dat kan ook. Dat was niet de bedoeling, maar dat kan ook. Ja, maar je weet dat Karim ver kan springen, hè? Ja. Olympisch atleet is hij alles. Dat is heel jammer. Ik had er nog één blokje verder weg moeten doen. Opeens snap ik Mario met de Olympische Spelen. Kijk, en bij jouw spring Bowser trouwens ook gewoon. Bij mij sprong die de hele tijd niet zo naar voren. Niet alsnog doodgaan. Dan moet je alsnog gaan uitzoeken hoe het eigenlijk werkt. Eigenlijk hoop ik dat je wel doodgaat. Ja, dat snap ik, ja. Want ik snap het wel, Rick. Ik snap het. Ja? Ja! Bam! Lekker, man. Lekker. Ik ben wel benieuwd wat je dus wel van plan was. Het is goed gedaan, man. Ik had hem nog getest, die jump die jij maakte. Ja? Die haalde ik steeds net niet. Ja, dat komt, als je dit spamt, dan gaat hij elke keer woep, nog een keer. Ja, dat verder, was nice. Maar. Don't be greedy stond er dus. Ja. Om? Voor muntjes. Ik ben best benieuwd. Dus deze muntjes. Ja. Had je eigenlijk nooit moeten pakken. Nee? Dat was de grap. Dus dan had je het hele level al soort van klaar. Stond je daarboven met je peetje. En dan kon je zo doorspringen? Nee, dan kon je die jump dus eigenlijk niet halen, want je hebt hier deze muntjes gepakt. Oké, dus niet deze. Dus je moest eigenlijk... Niet deze muntjes pakken. Van boven moest je die P indrukken, dan had je daar een aantal normale blokken. Zodat je tussen... En dan kon je gewoon springen. Oh! Wow. Oh, dat is wel echt heel sick bedacht. Dus ik heb hem greedy gehaald. Ja, jij bent deze gierige man haalt hem gewoon op de gierige manier. Deze man kan ook gewoon alles pakken, hè. Hey, jongens. Ik hoop dat jullie dit een super leuke video vonden. Doe in dat geval zeker even dat blauwe duimpje omhoog. En wil je nou deel 2 zien? Want jullie hebben ook een level voor mij gebouwd. Zeker. Ga dan even naar het kanaal van Karim en Suus. Die vind je hieronder in de beschrijving. Komt alles goed. Daar deel 2. Doe een blauwe duimpje omhoog. Ja. Abonneer op mijn kanaal en op hun kanaal. En tot bij de volgende video. Jee, later. Hey, later.